Wat geweldig gaaf om hier weer te zijn. Ik zou zeggen, ga lekker zitten. Weet je, Bent ook super bedankt. Laten we de Bent ook even een applausje geven. Weet je, ik geloof echt dat we als doorbrekers zo ontzettend gezegend zijn met goede muzikanten en met de goede band. Ik was net aan het aanbidden en ik dacht echt, oh, volgens mij hebben we echt niet voor de helft het idee wat dit doet. Wat dit doet met onszelf, wat dit doet in de hemelse gewesten. Ik geloof dat het zo ontzettend krachtig is. En ik zat na te denken over onze band. En weet je, er zijn zoveel mensen die hun tijd, hun geld, hun energie stoppen in dit alles. Zodat wij met z'n allen als gemeente God kunnen aanbidden. Zodat wij kunnen groeien in onze vrijheid, waar de hele serie over gaat. En dat we leren meer en meer God te aanbidden. Maar goed, daar zat ik over na te denken, over ons geweldige album. Wie heeft dat album? Even een vraagje. Kijk, heel veel mensen hebben een album. Als je het nog niet hebt, volgens mij kan je hem hier vast wel krijgen. Er is een geweldig gaaf album geschreven. Er zijn mensen die hebben, eigenlijk alles wat ik net zei. Al hun tijd, geld en energie hebben ze erin gestopt. En er ligt gewoon een supergoed album. En ik hoor van andere kerken die nummers van dit album gewoon spelen in hun eigen kerk. Ik hoor van mensen die Jezus niet kennen, die bijvoorbeeld door de kerstpakkettenactie het album hebben gekregen en daardoor horen over de liefde van Jezus. Ik heb verhalen gehoord van mensen die op een sterfbed naar het album luisteren, omdat ze gewoon nog de nabijheid van Jezus willen ervaren. En ik zat na te denken over mezelf. Ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben, maar ik dacht, album, goed album. Ja, de meeste nummers die heb ik al zo vaak gezongen, ik ken ze inmiddels wel. En ik weet niet of dat bij jullie ook wel eens zo gaat. En dan ben je weer op zoek naar iets nieuws. Maar weet je, dan vergeten we hoe ontzettend veel kracht er in deze teksten van deze nummers zit. Afgelopen woensdag hadden we een team night. En ik zei bij ons op de team night in Zwolle, ik geloof dat we naar een nieuw niveau van aanbidding zullen gaan. En dat is iets wat we vaker gehoord hebben, aan het begin van het jaar ook wel eens gehoord. Maar weet je, ik geloof dat daar zo ontzettend veel kracht in zit. Ik zit nu 10 jaar in deze kerk. En als je ziet hoe de aanbidding gegroeid is de afgelopen jaren. Gewoon dat er steeds weer nieuwe mensen bijkomen. En zoveel... ik word er gewoon zo enthousiast van. Mensen die hun gaven en talenten inzetten. Om gewoon met z'n allen naar een hoger niveau te liften. Dus weet je, als je van aanbidding houdt. Weet je, ik zou zeggen, het gaat over vrijheid vandaag. In aanbidding zit zoveel vrijheid. Ik zou nu al zeggen, kom vanavond om 7:00 naar de Holy Spirit Night. En dan gaan we met z'n allen God aanbidden op een manier zoals we hem nog nooit eerder hebben aanbeden. Als je nou in Zwolle zit, zorg dat je erbij bent. Hier vanavond in Barneveld, voor Drechtstede, Zeeland. Kom gewoon. En ik geloof dat er een sfeer van vrijheid gaat zijn. Weet je, en als we het over de team night hebben. Afgelopen team night, woensdagavond, was zo ontzettend goed. Arnoud die deelde een ontzettend gaaf woord. Kom ik straks nog even op terug. Maar Evert-Jan die deelde ook iets. Die zei dat er elke zondag 200 mensen gemiddeld online met ons meekijken. Dus niet via de livestream op een campus. Maar gewoon nog 200 mensen die nu op je computer met ons mee zitten te kijken. En ik dacht, zullen wij als gemeente deze mensen ook gewoon eens een hartelijk applaus geven? Weet je... Het is zo gaaf dat je er bent. Het is 200 man die gewoon nu zitten kijken. Ik bedoel, wij beseffen het ons vaak niet als we hier zitten. Het is gewoon een locatie op zich. Het is gewoon een campus op zich die gewoon zit te kijken en die hoort over het woord van God. Als je toch kijkt, je hebt net waarschijnlijk gehoord dat we volgende week Friends and Family hebben. Bij deze uitnodiging voor jullie allemaal. Bezoek volgende week eens een locatie. Kom eens naar Barneveld, kom eens naar Drechtstede, naar Goes of naar Zwolle. En kom bij ons lekker die taten proeven. Neem je kinderen mee, er is een super kids party. En ik geloof dat het gewoon ontzettend goed gaat worden. Weet je, we zitten met z'n allen in een serie van vrijheid. En ik ga het vandaag hebben over vrijheid om te handelen en vrijheid om te doen. Maar eigenlijk zat dat de afgelopen weken overal al in. Ik weet nog, Peter die begon de serie. En dat heette Zijn wie je werkelijk bent. En Peter liet een filmpje zien van de bevrijding. Ik weet niet of jullie nog konden herinneren. Dat was een filmpje van de bevrijding waarin alle Nederlanders gingen hun huis uit, gingen de straten op om met z'n allen te vieren. Dat we vrij waren, dat de geallieerden ons vrijgemaakt hadden. Ik heb zelf geschiedenis gestudeerd, kijk ook vaak oorlogsfilms, vind ik ontzettend interessant. En ik denk er zo vaak aan. Het is niet voor te stellen, niet te bedenken wat die mensen daar gedaan hebben. Wat de geallieerden gedaan hebben. Die hebben hun eigen levens opgeofferd om ons allemaal, jou en mij, ook al hebben we het zelf niet meegemaakt, om ons vrij te maken. Weet je, in het laatste stukje van het filmpje was koningin Wilhelmina. Ik weet niet of je het kan herinneren. Ze zei één zin. Er zijn geen woorden voor... Er zijn geen woorden in onze taal om dit te beschrijven. Dus geen woorden in onze taal om dit gevoel van vrijheid, dit gevoel van geluk te beschrijven.
En die woorden, die hebben zo lang in mijn hoofd, hebben ze rondgespeeld. Dat er geen woorden zijn om dat gevoel en geluk te beschrijven. Ik geloof het helemaal. Daar heb je geen woord van. Je kan het niet beseffen. Geen woord doet er recht aan wat daar gebeurd is en wat mensen op dat moment voelden. Maar toen koppelde ik hem door. En toen dacht ik aan Jezus. Toen dacht ik wat Jezus voor jou en mij gedaan heeft. En ik dacht, ja, eigenlijk zijn er geen woorden voor om te beschrijven wat Jezus daar aan het kruis heeft gedaan. Dat hij 3 dagen later is opgestaan en de duivel in het openbaar ter schande heeft gemaakt. En de dood heeft overwonnen. Ik geloof dat er geen woorden voor zijn. Maar ik geloof ook dat wij zoals we hier zitten, misschien sommigen wel, maar voor de helft nog niet beseffen of begrijpen wat daar gebeurd is. En hoe vrij Jezus ons gezet heeft. En wat die vrijheid dan daadwerkelijk betekent. Weet je, ik zat afgelopen dinsdag met wat vrienden naar Real Madrid Ajax te kijken. Wie heeft er nog meer naar Real Madrid Ajax gekeken? Nou, je proeft het enthousiasme al. Wat is dat, vraagt Peter. Ik stuurde in onze app ook naar Peter. Hey, heb je ook voetbal gekeken? Nee, wij kijken geen voetbal. Maar weet je, dinsdagavond. Real Madrid Ajax. Ik weet niet wie gekeken heeft, maar Ajax versloeg Real Madrid in het Santiago Bernabeu met 1-4. Ik weet niet hoe het met jullie was, maar bij elk doelpunt dat er gescoord was, was ik in het huis waar ik keek. Daar was een vrijheid. Daar kan ik denk ik niet alles over vertellen. Maar het was zo ontzettend gaaf. Het was zo ontzettend cool. Er was een eenheid, er was een passie, er was een sfeer. Niet vaak zoiets meegemaakt. Misschien toen Nederland Spanje versloeg op het WK, EK, weten we ook allemaal nog wel. Maar weet je, het was briljant. En het was zelfs zo mooi dat ik het was op dinsdagavond, de weken daarna of de dagen daarna op mijn werk, kwamen er gewoon Feyenoord-fans naar mij toe. Die zeiden, joh, het was echt een historische avond. Of Arjen Pauwen die mij appte. Die appt mij sowieso elke week, omdat ik dan van hem moet kijken dat PSV bovenaan staat en dat Ajax niet bovenaan staat. Maar die mij appt en die zei van, ja, Ajax heeft Nederland en het Nederlandse voetbal weer op de kaart gezet. En de dag daarna, de dagen daarna, social media, de media, de kranten, het ging bijna over niks anders. Misschien hebben jullie nog andere dingen gelezen, maar ik focus er ook helemaal op. Weet je, het ging bijna over niks anders. Het ging allemaal over wat Ajax daar gedaan had. Iedereen ging uit zijn plaat en iedereen was mega enthousiast. En ik dacht, dat is toch eigenlijk wel bijzonder. Ik bedoel, ik ben, ja, het is waarheid, dat is waar. Dus er werd zelfs gezegd, over 5 jaar, als er aan jou gevraagd wordt, waar was je op 5 maart 2019, dan zul je gewoon nog weten waar je was. Ik zou het serieus nog weten. Dat vergeet ik. Ik vergeet dat mijn hele leven niet weer. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen hier het wel vergeten. Maar weet je, moet je eens nagaan hoe enthousiast we daarover waren. En over zulke dingen kan ik me heel erg puzzelen. Want ik ken mezelf ook. Ik ga helemaal uit mijn dak op zo'n moment. Maar als je dat dan eens teruglegt, en alle gekheid op een stokje, en je denkt dan aan wat Jezus voor ons aan het kruis gedaan heeft. Dat hij aan het kruis is gegaan, vrijwillig. Gewoon helemaal vrijwillig. Het woordje vrij zit er al in. Gewoon om ons te redden. En denk, hoe kan het dan dat wij Nederlanders, met zulke voetbalwedstrijden als het heel goed gaat, compleet uit onze plaat gaan. Maar als we horen dat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan en ons waarlijk vrij heeft gemaakt, dat we gematigd enthousiast zijn. Ja, ja, dat is toch, dat is wat Jezus voor ons gedaan heeft. Weet je, en het puzzelt me echt, het puzzelt me echt. Weet je, ik weet, Peter die sloot zijn preek af met dat hij ons uitdaagt om te gaan dansen, om te gaan juichen, om God te aanbidden met alles wat in ons is. En ik weet heel goed, ik denk dat dit misschien wel 50% die dat hoort denkt, ja, dansen, juichen, springen, doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Ik denk zelfs dat dat een beetje in onze Nederlandse cultuur zit. Als ik soms kijk naar, ik werk in Almere en heb ik veel Antilliaanse collega's. Zijn gewoon Nederlanders, maar veel mensen die van Suriname, Curaçao afkomstig zijn. Als ik tegen hen zeg, hey, laat een feestje vieren, dan is dat feestje er eigenlijk meteen. Ja, dat is er echt meteen. En als wij dan, ja, precies, dan is het er gewoon meteen. En wij vinden dat waarschijnlijk toch iets moeilijker. Dus als het vandaag gaat over vrijheid, dan wil ik je vragen om dit gewoon in je achterhoofd te houden. En misschien ook, ik vraag het zo vaak aan mezelf, ik heb het antwoord er niet altijd op. Maar wat is dat dan in mij, dat ik me misschien eerst goed moet voelen voordat ik echt uit mijn plaat kan gaan? Of dat ik alles op een rijtje moet hebben voordat ik God echt kan aanbidden? Of dat ik me lekker moet voelen voordat ik eindelijk mijn handen in de lucht kan steken om hem te gaan aanbidden? Dus weet je, neem dat mee, gewoon deze preek in. En denk dan ook eens aan de preek die Arjen gepreekt heeft. Dat ging over vrij zijn in je hart.
En hij had de Bijbeltekst Spreuken 4, vers 23. Er staat, bewaak je hart beter dan alle andere dingen. Want je hart is de bron van het leven. Weet je, ik hoef er verder niet eens wat over te zeggen. Die tekst die spreekt echt voor zich. Als je kijkt naar je eigen hart, hoe is het met je hart? Hoe bewaken wij onze hart? Staan we die vreugde toe? Is ons hart zuiver? Of zit er zoveel in wat we misschien eerst mee moeten dealen? Weet je, en dan had je een preek van Jordi. Jordi had het over preken, denken zoals je werkelijk bent. En ik vergeet dat verhaal van die kip die een vogelei ging uitbroeden. Die zal ik niet meer vergeten. Ik weet niet of jullie het nog konden herinneren. Er was een kip die ging een vogelei uitbroeden. Er kwam een vogel uit dat ei. En die vogel dacht gewoon dat hij een kip was. Die dacht als een kip, die deed als een kip. En die gedroeg zich als een kip. Op een gegeven moment kwam hij erachter dat hij een adelaar was. Hij zag adelaars vliegen, andere adelaren die zeiden tegen... je bent ook een adelaar, kom met ons mee. Maar die kippen, de moederkip, die zei... nee, je bent gewoon een kip, doe gewoon, je bent een kip, gedraag je als een kip. Als je naar buiten gaat, zul je worden opgegeten door een slang. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Nou, uiteindelijk was er een dag dat het kiphok open stond. En de adelaar die dacht, dit is mijn kans, ik ga er gewoon voor. En die neemt de aanloop, spreidt zijn vleugels en vliegt de wereld tegemoet... om te gaan leven in de bestemming die God voor hem had. Om te gaan leven zoals een adelaar. En ik vond het zo mooi wat Jordi erover zei. Hij zei, zie je jezelf als een kip, dan zul je gaan gedragen als een kip. Weet je, in onze wereld zijn er genoeg mensen die ons klein willen houden. Die zeggen tegen jou dat je een kip bent, dat je niet meer kan. Dat je vooral maar gewoon moet doen. En dat je vooral maar lekker op je stoel moet blijven zitten. Dan doe je al gek genoeg. Maar ik geloof dat God zoveel meer in je leven heeft gelegd. En dat is het voorbeeld van die adelaar. Die heeft heel lang getwijfeld. Maar op een duur zegt hij, nou God, als u het zegt, dan spreid ik mijn vleugels en dan vlieg ik weg. Weet je, en dat is wat God voor ons heeft. Weet je, en op een duur, ik weet niet of jullie het je nog kunnen herinneren. Jordi had nog een ander voorbeeld. Hij had een schaaltje met hersenen. Weet jullie het nog? Ja, ik kon ze eerst ook niet vinden, maar hier zijn ze. Weet je, dat zijn de hersenen. En jullie weten, Jordi had vorige keer het voorbeeld van een vrouw met hersenen. En hij gebruikte zijn eigen hersenen als voorbeeld. Dus ik dacht, ik vroeg aan Jordi, mag ik je hersenen nog een keer lenen? Hij zei, nee, dat mag niet. Dus ik ben vannacht naar ze toe gegaan. Ik had een complot met Heidi. Ik heb Jordi vannacht geopereerd. En ik heb zijn hersenen heb ik eruit gehaald, heb ik meegenomen. Die heb ik hier. Ik heb wel beloofd dat ik er voorzichtig mee om moet gaan. En dat ik ze straks nog weer terug moet brengen. Dus Amersfoort, als Jordi vandaag wat dingen gezegd heeft... of jullie dachten, wat doet hij? Dat is mijn schuld. Want ik heb hier een stukje van zijn hersenen. Maar weet je wat Jordi zei over die hersenen? Jordi had hersenen en hij had twee bakken water. En op de ene bak stond geest en op de andere stond vlees. En vlees stond voor op jezelf gericht zijn... en geest stond voor op God gericht zijn. Maar als dit nou onze hersenen zijn, als dit jouw hersenen zijn... weet je, waar dompel je dan die hersenen in onder? Welke bak zou je kiezen? Is het dan het vlees of is het in het geest of onder de geest? En Jordi die moedigt ons aan om gewoon elke dag onze hersenen onder te dompelen in de geest. Om elke dag onze gedachten te toetsen aan het woord. Ja. Weet je, misschien zegt je buurman, je buurvrouw, zeggen we allemaal dingen over je. Misschien zegt je werkgever van alles over je. En gaat dan een eigen leven leiden. Misschien lukt het je dan niet meer helemaal om je hart te bewaken, om je gevoel te bewaken. Maar wat zegt op dat moment, wat zegt het woord? Is dat wat het woord ook over jou zegt? En dat gebeurt er als je elke dag er bewust voor kiest om je hersenen onder te dompelen in de geest. Zul je gaan zien wat Gods woorden over jouw leven zijn. En dat die woorden zoveel krachtiger zijn dan wat je buurman, je buurvrouw, zelfs je vrouw, noem maar op, tegen je zegt. Weet je, ik geloof dat God je compleet vrij wil maken in je gedachten. En je compleet wil redden daarin. Weet je, en Peter van Dijk, die sprak vorige week Peter van Dijk, die sprak vorige week over horen en gehoorzamen. En wat ik zo ontzettend cool vond en wat ik van veel mensen gehoord heb, is dat Peter zich kwetsbaar opstelde. Peter die vertelde dat hij een moeilijke week had gehad. Dat het gewoon pittig was. En ik merk om me heen, heel vaak in de kerk of in de christelijke wereld, dat sommige mensen dat soms ingewikkeld vinden. Dat die het idee hebben dat je in de kerk niet kan zeggen dat het niet goed met je gaat. Of dat je in de kerk niet kan zeggen dat je het moeilijk hebt. Maar Peter vertelde gewoon dat hij een moeilijke week had gehad. En dan zeg je eigenlijk, pain has a name. Pain heeft een naam. Er gebeurt iets en dan is er iets.
Maar wat zo mooi was, wat Peter vervolgens zei. Weet je, vervolgens zijn wij gemeente. En zitten we hier met zoveel mensen. Ik denk dat hier vandaag zo'n 1000 man zit in het hele gebouw. Weet je, en dat is, wat is dan gemeente zijn? Als iemand pijn heeft. En als je het weet, want je moet het vaak over mensen weten, anders kan je er niks mee. Dus dan kun je elkaar helpen. Dan kun je elkaar bij de arm pakken. Dan kun je elkaar proberen naar een goede plek te leiden. Dan kun je het hoofd omhoog gericht houden om samen weer naar Jezus te kijken. Amen. Want we kunnen zeggen, penen is een nemen, en dat is waar. En dat is belangrijk. Maar uiteindelijk vond ik zo mooi waar je mee afsluit. Jesus is the name above all names. Jezus is de naam boven alle namen. Yes. En dat is wat we geloven. En ik wil aansluiten bij de oproep die Peter vandaag, of die Peter vorige week deed. Weet je, als je hier zit, of als je op de livestream kijkt, of als je online kijkt. En er zijn gewoon dingen die je moeilijk vindt, die je zwaar vindt. Weet je, deel het met iemand. Ik weet hoe makkelijk dat klinkt. En dat je misschien denkt, ja, met wie moet ik het delen? Ik wil je uitdagen, zoek iemand op. Misschien is het je buurvrouw die je vandaag voor het eerst hand hebt gegeven. Weet je, knoop een gesprek aan. En ik geloof dat je dan zult gaan zien dat gemeente zijn, dat zoveel meer is dan hier samenkomen en een goede dag hebben. Weet je, gemeente zijn is gewoon de hele week door. En doen wij dan alles goed? Vast niet. Zullen we een keer misschien lomp of verkeerd reageren? Ja, doe ik dat? Ja, doe het niet expres. Maar ik geloof, als we hebben de goede intentie met elkaar. We willen elkaar verder helpen. Dus weet je, als je dingen hebt, weet je, deel het met elkaar. Deel het met elkaar, zodat we samen onze ogen naar Jezus kunnen richten. Weet je, Jezus zegt in Johannes 16. Dan zegt hij gewoon dat we het soms zwaar zullen krijgen in de wereld. Maar hij zegt eraan, maar houd moed. Want ik heb de wereld al overwonnen. En Psalm 34, vers 18 tot 19. Er staat, als het goed is komt het op het scherm. De Heer hoort de kreten van de rechtvaardigen. Hij bevrijdt hen uit de nood. Gebroken mensen is de Heer nabij. Hij redt wie zwaar wordt getroffen. Is een belofte van God. Het is gewoon een belofte die in zijn woord staat, die je in de psalmen terug kan lezen. Als je ergens last van hebt, weet je, dompel je hersens onder in de geest. Ik weet dat je hoofd er soms niet aan zal staan. Maar is dat een keuze die je zelf nog wel kan maken? Je bent wel zelf, kan je nog keuzes maken? Daar ben je zelf ook verantwoordelijk voor. Dus weet je, dompel ze onder in de geest. En zie hoe God naar je kijkt, in plaats van hoe de wereld naar je kijkt. Weet je, en ik zei al, vandaag ging het hebben over vrijheid en handelen. En zoals je ziet zat het eigenlijk door alle preken heen. Maar als ik kijk naar Jezus, dan is hij mijn grote voorbeeld in vrijheid van handelen. Weet je, Jezus die liet zich niet zomaar alles zeggen. Hij liep niet met de hele wereld mee. Hij wist wie die was. En hij had een doel. En niemand kon hem daarvan afbrengen. En wat ik net zei, hij gaf uiteindelijk vrijwillig zijn leven. Hij gaf vrijwillig zijn leven, zodat wij compleet vrij zouden kunnen zijn. En dat is wat hij deed. En dat is wat hij voor ogen had. En weet je, dan zou ik eigenlijk willen vragen, weet je, leven wij in deze vrijheid? Ik wil nog één tekst die ik net vergeten ben, toch nog even lezen. Die staat in Galaten. Galaten 5, vers 1. Er staat, Christus heeft ons bevrijd, omdat wij in vrijheid zouden leven. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Weet je, dat is wat Jezus gedaan heeft. Hij heeft zijn leven gegeven, zodat wij in vrijheid zouden kunnen leven. Amen. Maar als je nu kijkt naar je eigen leven, leven we dan in vrijheid? Ik geloof dat we heel veel facetten in ons leven hebben waarin we dat wel doen. Maar ik heb zo vaak, als ik mensen vraag, hoe gaat het? Ja, gaat zijn gangetje. Mijn leven loopt op rolletjes. Mijn leven gaat zoals het gaat. Zoals het gaat in deze maatschappij. Ik had het voor mezelf eens uitgeschreven. 'S Ochtends, je staat op, je doet je ding voordat je naar je werk gaat. Dan ben je op je werk, daar doe je je ding. Je komt weer terug, je eet, je hebt misschien nog aandacht voor je gezin, voor je kinderen. Je doet daarna nog weer wat dingetjes die je moet doen. Je rust uit op de bank, dat vinden we erg belangrijk. Kijk er nog wat rond op internet en op social media. Misschien sporten we nog even en de dag is weer voorbij. En voordat we gaan slapen drukken we nog op de knop repeat. En de volgende dag hebben we precies dezelfde dag. En ik ga niet zeggen dat zo'n dag helemaal verkeerd is. Dat wil ik hier absoluut niet zeggen. Maar ik wil wel vragen, is dat de vrijheid die God voor ons heeft? Is dat de vrijheid die God voor ons heeft? Of wil hij ons nog zoveel meer geven? Zijn we niet misschien een kip? Ik weet dat we in Barneveld zijn en dat we heel veel kippen hier hebben. Maar weet je, of kunnen we op weg gaan? Op weg gaan om die adelaar te worden? Weet je, dat is gewoon een vraag die ik mezelf stelde. En dan leven we ook nog eens in een maatschappij die steeds individualistischer wordt.
Arjen die noemde het al in zijn preek. Maar weet je, de wereld om ons heen, de mensen om ons heen, die worden steeds meer ik-gericht. Als we even geen zin hebben, kunnen we ons tegenwoordig ook steeds makkelijker verstoppen. We hebben bijna allemaal onze eigen kamer. Of als we op een verjaardag zitten en het een beetje te veel prikkels gehad, of je vindt het gezelschap al even genoeg, dan pak je je telefoon uit je broekzak, je gaat gewoon even social media doen en je zondert je meteen één keer af van de hele ruimte. Ik denk dat we het allemaal wel eens doen, ik wel. Maar dat is gewoon de wereld waarin we leven en wat er gewoon kan gebeuren. Dat is de maatschappij waar we op dit moment mee te doen hebben. Ik bedoel, we hebben de iPhone, de iMac, de iPod. We maken selfies, het heeft allemaal met ik te maken. Onze wereld is ontzettend ik-gericht aan het worden. En het heeft zo'n leuke kant. Ik bedoel, ik zeg niet dat ik nooit een selfie maak. Ik bedoel, ik vind het soms hartstikke leuk. Maar als dat mijn repeat-knop wordt en dat het enige is waar ik steeds nog mee bezig ben, dan geloof ik niet dat dat de vrijheid is die God voor me heeft. Amen. En ik geloof dat het ontzettend lastig is om onze patronen te veranderen. Ik bedoel, als we zo'n patroon hebben dat onze dag en ons leventje er zo uitziet, ja, als je dat je hele leven gedaan hebt, ja, hoe ga je dat in vredesnaam zomaar veranderen? En dan geloof ik dus dat als we die Bijbelteksten lezen, dat God juist ook voor die dingen, dat hij daarvoor zijn zoon Jezus naar de wereld heeft gestuurd om ons compleet vrij te maken. En dan geloof ik echt, als wij onze hersenen dan onderdompelen in zijn geest, dat we steeds meer zullen gaan zien wat hij heeft en wat hij voor ons wil gaan doen. Als je dan kijkt naar Romeinen 12. Romeinen 12 vers 1 en 2. Staat een prachtige tekst. Het gaat over waar we het eigenlijk nu de hele tijd over hadden. Er staat: word niet gelijkvormig aan de wereld. Word veranderd door de vernieuwing van uw denken. Ik denk dat dat de uitdaging is. Word veranderd door de vernieuwing van uw denken. Hoe vaak dagen wij onszelf nog uit om ons denken te vernieuwen? Ik merk eens, als je soms druk bent, als je in een patroon zit, weet je, dan ben je al lang blij dat dat patroon op rolletjes gaat en dat je dat voor elkaar hebt. En er zitten echt, hoor het goed, er zitten de goede dingen in. Maar ik geloof echt, als je je denken vernieuwt, als je bewust jezelf vragen gaat stellen, als je groter gaat dromen, dat je zult gaan zien dat er nog zoveel meer in deze wereld is. Ik zat na te denken, ik geloof dat in een kerk, dat het eigenlijk precies hetzelfde kan zijn. Weet je, als we hier in de kerk komen, dan kunnen we hier komen, omdat we elke zondag hier komen. We hebben ooit de keuze voor gemaakt en we nemen vrouw, kinderen, soms nog vrienden mee. Vorige week hebben we friends and family, ja, die hebben we een paar keer per jaar. Dat kunnen gewoon gewoontes worden, als we onszelf daar niet in bevragen. Arnoud die had zo'n steengoed woord afgelopen teamnight. En Maarten die noemde net al even in de bid stond. Weet je, kom je naar de kerk, gewoon uit routine, of dat een patroon van je is, of kom je omdat je een missie hebt? Omdat je een visie hebt. Een visie voor jouw leven, voor je gezin, voor alle mensen om je heen, voor de buurman, de buurvrouw die nu op dit moment naast je zit. Ik geloof dat als we ons gedachten niet blijven vernieuwen, dat je ook daarin, gewoon in de kerk, gewoon in een patroon en in een sleur terecht kan komen. En ik zat na te denken, wat als Peter en Ilona dat gedaan hadden? Ze begonnen Barneveld op een duur, hoeveel jaar geleden, inmiddels 13? 14 jaar geleden begonnen in Barneveld een kerk. Er waren ontzettend veel kerken, maar Peter vernieuwde zijn denken. God had tot hem gesproken en hij vernieuwde zijn denken. En het ging goed en op het duur waren er 150, 200 mensen. En als Peter gewoon gedacht had, wauw, God, bedankt. Uw woord is waar, u heeft voorzien in alles. En hij had daar genoegen meegenomen. Dan was het altijd rond die 200 man was het gebleven. Want uiteindelijk zul je moeten uitstappen. Zul je met God moeten gaan praten over zijn visie. Over wat hij nog meer wil, wat de dromen zijn. En dan komt er weer meer ruimte om dingen te doen. Weet je, uiteindelijk zijn Peter en Ilona uitgestapt. En dan hoorde ik 10 jaar geleden, zelfs in Zwartsluis, waar ze toen volgens mij nog geen eens internet hadden. Sorry. Daar hoorden wij dat er doorbrekers was. Ik had een vriend van me die liet zich dopen. Die had van doorbrekers gehoord, die kwam. Die was hier 2 keer geweest en die voelde zo'n vrijheid. Die had een ontmoeting met de Heilige Geest. Maakte een keuze om zich te dopen en zijn hele leven niet meer uit de kerk gegaan. En wij als vrienden die er omheen stonden dachten, oh, dit is echt heel awkward, maar hij is onze vriend, dus we gaan gewoon met hem mee. En hij laat zich dopen en we blijven de hele dag bij hem. Maar ja, ik heb zoveel vreugde gehoord. Ik heb zoveel dingen van God gehoord die ik gewoon nog niet wist. Dat uiteindelijk ook bij mij het gevolg was, dat ik sinds die dag de kerk niet meer uit ben gekomen. Weet je, maar dat is als Peter bij die 200 mensen was gebleven en gedacht, dit is mooi, wauw, bedankt God. Dan was mijn leven niet veranderd geweest. Misschien op een andere manier, maar dan had ik hier misschien nu niet, had ik niet de vrienden gehad die ik nu heb. Dan had mijn leven er heel erg anders uitgezien. Was mijn visie voor mijn gezin was heel anders geweest.
Gewoon omdat iemand zijn denken vernieuwd heeft. Weet je, er zit zo ontzettend veel kracht in. Uiteindelijk waren zelfs de andere locaties waren er niet geweest. Als Peter en Ilona bij 200 man gezegd hadden, dit is goed, hadden wij niet zo'n goede tijd nu in Zwolle. Dan zaten jullie in Goes nu niet met die prachtige groei die jullie nu meemaken op dit moment. Weet je, dat is zo gaaf om te horen. Weet je, dan hadden we Drechtsteden niet begonnen. Dan waren we niet in Amsterdam geweest. Weet je, maar dit is nog maar het begin. Dit is nog maar het begin. En dat is omdat de visie is en dat we ons denken kunnen vernieuwen. En dat God ons daar de kracht voor heeft gegeven. En dat hij ons in de vrijheid wil zetten. Dus weet je, het is zo ontzettend, ontzettend gaaf. Weet je, en als je de Bijbel leest, het gaat vandaag over vrijheid en handelen. Als je Jezus leven volgt, dan is het één vrijheid en handelen wat Jezus doet. Maar ik heb één verhaal eruit gekozen. Er staat in Lucas 8, er staat het verhaal van Legio. Dat is de man die bezeten was van meerdere geesten. Laten we dat verhaal eens met z'n allen lezen. En bekijk dan eens goed wat er dan ook met je kan gebeuren. We beginnen in vers 26. En zij voeren verder naar het land van de Gadarenen, dat tegenover Galilea ligt. En toen hij aan land was gegaan, kwam een man uit de stad hem tegemoet. Een andere vertaling staat, kwam hem rennend tegemoet. En die al lange tijd door demonen bezeten was. Hij had geen kleren aan en verbleef niet in een huis, maar in de grafspelonken. En toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer. In een andere vertaling staat hier zelfs nog, viel hij aanbiddend voor hem neer. En hij zei met luide stem, wat heb ik met u te maken? Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste. Moet je nagaan dat die man dat hier dus al wist. En dat hij zo al tegen Peter of tegen Jezus praat. En dat hij dat gewoon weet. Ik bid dat u mij niet pijnigt. Want hij had de onreine geest bevolen van de man uit te gaan. Die had hem namelijk vele malen aangegrepen. En men had hem met ketenen en met boeien gebonden om hem in bewaring te houden. Maar hij verbrak de boeien en werd door de demon naar de woeste plaatsen gedreven. Moet je nagaan hoe dat eruit gezien moet hebben. Iemand die geketend werd, vastgezet werd, die op plaatsen gezet werd. Nou, het kan heel goed zijn dat ze hier ook gewoon doelen op een gevangenis. Dat hij daar gevangen werd gehouden, maar dat hij zo sterk was. En dat hij uiteindelijk in de grasspelonken terechtkwam. Maar hoe moet dat geweest zijn? Hoe moet dat eruit gezien hebben? Iemand zonder kleren. Gewoon omdat de duivel gewoon in hem zat. En in vers 30, Jezus vroeg hem, wat is uw naam? En hij zei Legio, want er waren veel demonen in hem gegaan. Dus weet je, zijn naam, Legio, dat staat voor meerdere, staat voor meer. Hij zei gewoon dat zijn naam eigenlijk de naam van die demonen waren. Hij zou ongetwijfeld een andere naam gehad hebben vroeger. Maar hij was zo in het bezit eigenlijk van die demonen die zo met hem bezig waren dat hij zegt, ik ben Legio. En zij smeekte hem dat hij hun niet zou bevelen in de afgrond te gaan. En er was daar een grote kudde varkens aan het weiden op de berg. En ze smeekte hem dat hij hun zou toestaan daarin te gaan. En hij stond het hun toe. En de demonen gingen uit de man weg. En gingen in de varkens en de kudde stortte van de steilte, dus van de helling af, het meer in en verdronk. En toen zij die hen weiden, het zouden de varkensboeren geweest zijn, zagen wat er gebeurd was, vluchtten zij en berichten het in de stad en op het land. En ze gingen op weg om te zien wat er gebeurd was. En ze kwamen bij Jezus. En moet je eens lezen wat er dan staat. Ze kwamen bij Jezus en ze vonden de man van wie de demonen uitgegaan waren, zittend aan de voeten van Jezus, gekleed. Hij had ineens kleren aan en goed bij zijn verstand. En ze werden bevreesd. Weet je, dit is wat een ontmoeting met Jezus met deze man gedaan heeft. De man waarvoor iedereen bang was. De man die geketend was, die geboeid was. Die zichzelf pijnigde met stenen, noem maar op. Iedereen was bang voor hem. En die man die veranderde in een rustige man die aan de voeten van Jezus zat. En die vervolgens, dat staat niet in dit stukje, maar dat kun je zien als je verder leest. Die vervolgens gewoon het land ingaat om te vertellen wat Jezus in zijn leven gedaan heeft. En weet je, het is een verhaal wat misschien veel van ons kennen, maar er zitten hier zoveel elementen in waar je wat mee kan als je het hebt over vrijheid. Weet je, twee dingen die ik er voor mezelf uitgehaald heb en wat ik de afgelopen jaren, vanaf het moment dat ik tot geloof ben gekomen tot nu, twee dingen die ik echt meeneem, dat zijn keuzes maken en aan de voeten van Jezus zitten. En dat zie je dat deze man dat gewoon deed. En dan zie je dat Jezus gewoon met hem aan de slag gaat. Die man verandert van in een man waarvan die niemand kan handelen, aan een man die gewoon rustig aan zijn voeten kan zitten, zich compleet op dat moment laat vullen door Jezus en de stad in gaat om te vertellen over hem. Ja. En Jezus zegt, werp al uw zorgen op mij, want ik zorg voor u. En een beter voorbeeld kunnen we niet hebben.
Een beter voorbeeld kunnen we niet hebben. Een man die compleet bezeten was. Hij ziet Jezus en hij weet al wie Jezus is. Dat was de kracht die al van Jezus uitging. En hij wordt gered en compleet vernieuwd. Compleet vernieuwd in zijn denken. En ik geloof dat alles wat we doen in het leven, dat het te maken heeft met keuzes maken. Ik bedoel, geen keuzes maken is zelfs ook een keuze maken. Want je maakt de keuze om geen keuze te maken. En ik denk dat dat iets is wat we soms heel ingewikkeld vinden. Ja, ik moet keuzes maken. In de kerk hebben ze het altijd over keuzes maken. Kijk naar het verhaal van de mensen die al die talenten hadden gekregen. Een man die had talenten gekregen, die werd zo bang, durfde geen keuze te maken. Maakte toch een keus, want hij begroef het in de grond. En vervolgens kwam de eigenaar terug. En hij kreeg een beetje op zijn, hoe zeg je dat netjes? Op zijn falie. En weet je, dat zij ook geen keuzes maken. En wij soms vinden dat heel, heel spannend. Want iedereen heeft altijd maar over keuzes te maken. Maar ik geloof dat we daar helemaal niet krampachtig in hoeven te leven. Dat we geen angst hoeven te hebben om verkeerde keuzes te maken. Ik hoorde afgelopen week een geweldige preek over keuzes maken. En die voorganger die zei, weet je, als je verkeerde keuzes maakt, dan mag je er ook op vertrouwen dat God ook daarmee aan de slag gaat. Dat hij daardoorheen gaat werken. En dat hij gewoon zijn trouw en zijn genade daardoorheen zal bevestigen. Dat betekent niet dat alles goed is. Maar kijk naar de Bijbel. Jacob, die kiest ervoor om zijn vader te bedriegen. Jozef, die alleen maar loopt op te scheppen. Mozes, die iemand vermoordt. David, die vreemd ging. En vervolgens nog een goede vriend van hem eigenlijk vermoordde. Als je het mij vraagt. Maar vervolgens worden ze wel mannen van God genoemd. Het waren de ontzettend domme dingen die ze gedaan hebben. Ontzettend domme keuzes. Maar het betekent niet dat God zei, nu ben ik er niet meer voor jullie. God die werkt alsnog door ze heen. Dus weet je, hoe je hier ook zit. Wat je gedaan hebt, wat je ook voelt. Weet je, er is niks wat jij gedaan kan hebben wat sterker is dan de liefde van God. De weg naar hem is altijd vrij. Jij mag naar hem toe komen zoals je bent. En God staat boven de verkeerde keuzes. Dus weet je, maak je eigen keuzes. Maak je eigen keuzes, ga niet mee met de groep. Dat is heel makkelijk in onze maatschappij. Er ligt zo ontzettend veel druk op soms. Maar uiteindelijk moeten wij leven met de keuzes die we zelf maken. Ja. Weet je, ik heb ooit een, volgens mij was het op Oprah Winfrey. Daar keek ik vroeger wel eens. Heb ik een experiment voorbij zien komen. Kennen jullie nog wel, toch? Ja. Het was een experiment. Er stonden heel veel mensen ergens in een ontzettend grote wachtrij. Allemaal rijen waren er tot buiten toe. Beide kanten van de straat. Voor een groot evenement was het, denk ik. En toen hebben ze een beroving in scène gezet. Ze hebben in scène gezet dat iemand die op straat liep beroofd werd van zijn portemonnee en nog iets. Maar wat gebeurde er? Dus mensen hebben het gezien, de politie kwam en er waren ontzettend veel getuigen. Want er stond rijen dik stonden daar op straat. Alleen er stonden een paar mensen, bewust hadden ze gedaan voor het experiment, hadden ze in elke rij op elke plek hadden ze wat mensen neergezet die heel hard gingen roepen, oh, ik heb gezien wie het was. Die man die had een zwarte trui aan en hij had witte schoenen. Maar in werkelijkheid hebben al die mensen gezien dat hij gewoon een oranje trui aan had en dat hij gele schoenen aan had. Maar wat gebeurde? Die mensen lopen zo hard te roepen en zo overtuigd van zichzelf, dat veel meer dan de helft uiteindelijk tegen de politie zegt dat die mensen een zwarte trui en witte schoenen aan hadden. Dus mensen laten zich overschreeuwen. Dat is gewoon een simpel experiment dat mensen gedaan hebben om te zien hoe wij soms omgaan met keuzes maken. Ja. Terwijl iedereen heeft gewoon gezien dat die man, wat had voor kleur had ook weer aan, had ik gezegd, oranje schoenen of oranje jas en gele schoenen. Iedereen heeft het gezien. Maar dan nog, iemand roept zo hard dat we onze eigen keuzes niet meer maken. En dan leven wij in deze wereld. En dan lezen we net, word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar vernieuw je denken. Ja, weet je, de wereld zal sommige dingen van ons zullen ze niet logisch vinden. Ik denk dat meer dan dat een groot gedeelte van de wereldbevolking zou het vreemd vinden dat wij hier met z'n allen op zondagochtend hier samenkomen om Gods naam groot te maken. Weet je, dat er nog mensen nog veel vroeger in bed uitgingen om te zorgen dat dit allemaal stond. Zodat we hier met z'n allen Jezus naam groot konden maken. Weet je, de wereld, wij leven in een wereld die het allemaal niet logisch vindt. En ik zat te denken, Peter die gebruikte vorige week het voorbeeld van een silence disco. Voor de mensen die niet weten wat een silence disco is. Als je naar een silence disco gaat, je doet de koptelefoon op en je hoort muziek en je begint gewoon te dansen. Ik heb ooit een keer, was ik op een festival en ik zag, ik denk een groepje van 20 mensen, die hadden een koptelefoon op, allemaal dezelfde muziek. En die waren compleet uit hun plaat aan het gaan, omdat ze dezelfde muziek aan het luisteren waren. Maar ik denk dat er nog een grotere groep naar hun stond te kijken van, hey, hoe maf is dit? Maar ik zat te denken, misschien is het met ons zelfs ook wel een beetje zo.
Weet je, wij weten wie Jezus is. Wij horen zijn muziek, we horen zijn woorden, we kennen zijn woord. Maar de wereld, die heeft het nog niet gezien. En God wil ons gebruiken om de wereld in vrijheid te zetten. Maar ja, als ze ons zien dansen, springen, juichen op die prachtige muziek en die prachtige woorden van Jezus, zullen ze misschien in het begin ook wel denken, ja, wat zijn die mensen, wat zijn ze aan het doen? En misschien vinden we dingen zelf ook wel niet logisch. Misschien vinden we dingen zelf ook nog wel ingewikkeld. Ik bedoel dopen. Met Pasen gaan we weer dopen. Ik heb er ontzettend veel zin in. Pasen weer een ontzettend gave doopdienst. Maar dopen, ja, hoezo zou ik onder water gaan, daarna weer opstaan? En hoezo zou ik dat doen? En weet je, dan heb jij de keus. Geloof je wat er in de Bijbel staat, wat God tegen zegt, dat het waar is? Of luister je naar je eigen verstand en je eigen gevoel? Tongentaal. Ik zal er niet te veel over zeggen vanochtend, maar weet je, als we naar ons eigen verstand en onze eigen gedachten gaan luisteren, ja, dan kunnen we er meteen wel mee stoppen. Want wat, dat, menselijk gezien snappen we dat gewoon nog niet helemaal. Maar als we Gods woord erbij pakken, als we onze hersens onderdompelen in zijn geest, zullen we het steeds meer gaan pakken. En als je het dan hebt over vrijheid, en misschien kan de band vast naar voren komen. Als je het hebt over vrijheid, is het voor mij durven anders te zijn. Durven een afwijkende visie, afwijkende mening te hebben. Durven afwijkend te handelen. En je niet laten intimideren door de meerderheid. En vooral ook vrijheid je laten vullen. Vrijheid om voor jezelf een keuze te maken, om je elke dag weer te laten vullen door Gods liefde. Want onze wereld is zo druk. We zijn zelf zo druk. En als we die repeat-knop drukken, dan zul je heel vaak zien dat dat vulmomentje, dat we die ergens niet in ons patroon zit. Maar wij hebben de vrijheid. God heeft ons de vrijheid gegeven om daar een moment voor te nemen. De afgelopen maanden is het best vaak teruggekomen. Ik weet nog dat Roos op het duur zei, je kan zelfs je moment plannen in je agenda. Zullen heel veel van jullie denken misschien, ja, ik dacht dat zelf misschien in het begin ook, nou, hoe plannen in mijn agenda, dat is niet zo heilig, dat doe je toch niet, je agenda plannen, je momentjes met God. En als dat ervoor zorgt dat je het wel doet en dat je het anders niet doet, dan denk ik dat het een hele goede eerste stap is. Yes. En dan zal het vanuit daar misschien wel steeds verder gaan dat je het niet meer nodig hebt. Ja. Maar weet je, dat is de vrijheid die God ons wil geven. Amen. En ik wil je vragen om op alle locaties, zullen we gewoon even gaan staan. Weet je, want we hebben het gehad over de afgelopen 5 weken, hebben het gehad over vrijheid. En we hebben gezien dat vrijheid iets ontzettend gaafs kan zijn, maar dat het soms ook iets heel ingewikkelds kan zijn. En ik zou je willen vragen om op alle locaties gewoon even je ogen te sluiten. Gewoon een moment van privacy voor iedereen die hier is. Weet je, ik geloof dat er zoveel dingen in ons leven kunnen zijn waar we vrijheid in nodig hebben. Ik geloof dat we bijna allemaal wel een facet van ons leven kunnen benoemen. Iets in ons leven waarin we meer vrijheid zouden willen hebben. Weet je, en ik geloof dat het dan zo krachtig is als we mogen weten dat Jezus voor ons naar de wereld is gegaan. Niet om ons te oordelen, maar om ons te redden. Hij is naar de wereld gekomen vrijwillig. Om ons compleet vrij te maken. Op elk gebied van je leven. En ik wil gewoon vandaag aan je vragen. Welk gebied in jouw leven voel je nog niet compleet vrij? Wat zijn de gebieden in jouw leven waar je gewoon eigenlijk mee wil, waarin je wil doorbreken? Waarin je stappen wil gaan maken? Waarin je denken wil gaan vernieuwen? Waarin je Gods woorden over wil laten spreken? Weet je, ik wil eigenlijk aan iedereen op alle locaties vragen. Als jij hier bent en je hebt gebieden in je leven waarin je meer vrijheid nodig hebt, waarin je mee wil breken. Weet je, steek dan even gewoon voor jezelf. Iedereen heeft zijn ogen gesloten. Steek even je hand op. Om alleen maar voor vandaag als keuze. Om een keuze te maken. Vandaag, 10 maart, die dag, die ga ik niet meer vergeten. Als je me over 5 jaar vraagt, wat is er op 10 maart 2019 gebeurd? Dat is het moment geweest dat ik een keuze voor Jezus heb gemaakt. Dat is het moment geweest dat ik een keuze heb gemaakt om te leven in zijn vrijheid. Weet je, ik zie al jullie handen. Bedankt. Weet je, zijn er nog meer mensen die zeggen, ik heb meer vrijheid nodig in gebieden van mijn leven. Ik heb doorbraken van God nodig. Super gaaf om al die handen te zien. Weet je, ik wil
Ik wil met jullie bidden. En laten we als gemeente op alle locaties, laten we gewoon eenparig bidden. Laten we onze monden gebruiken. Laten we gewoon Gods vrijheid over onszelf en over de mensen in de ruimte uitspreken. Ja, Vader, grote God. Vader, dank u wel dat u hier bent vandaag met uw geest. Vader, dank u wel voor uw Zoon, Jezus Christus. Heer, dank u wel dat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan. Dat hij vrijwillig aan het kruis is gegaan, zodat wij uiteindelijk vrij zouden kunnen zijn. Heer, dank u wel dat Jezus Christus meer dan 2000 jaar geleden de duivel in het openbaar te schande heeft gemaakt. Vader, dank u wel dat Jezus heeft overwonnen over alles. Over alles wat er op dit moment nog in onze gedachten en ons hoofd zit. En Vader, we willen vandaag vrijheid. Vrijheid proclameren over elk gebied van ons leven. Vrijheid in uw machtige naam. Vader, we willen verslavingen doorbreken. Op dit moment, Vader, kom met uw geest. Vader, vul ons hart. Maak ons hart rein. Maak ons hart puur. Maak ons hart klaar. Vader, ik bid voor gedachten die ons op dit moment tegenhouden. Dat ze zullen wijken. Dat ze zullen verdwijnen in uw machtige naam. Vader, net zoals alles bij Legio verdween. Vader, wij spreken uit dat waar u bent, dat waar uw geest is, dat alles wat er niet hoort, dat het op dit moment zal verdwijnen in uw machtige naam. Vader, grote God, dank u wel voor uw liefde. Vader, ik spreek over een ieder die hier vandaag is, over uit. Vader, dat we vrijheid zullen gaan ervaren op elk gebied van ons leven. Vader, ik spreek over ieder uit dat als we morgen wakker worden, dat we wakker zullen worden met de tekst, dat we ons denken zullen vernieuwen. Maar dat we onszelf zullen uitdagen om keuzes te maken. Dat we ons zullen uitdagen om aan uw voeten te gaan zitten. Om ons te vullen met uw liefde. En vervolgens keuzes gaan maken voor ons leven. Voor ons gezin. Voor onze kinderen. Vader, we zien uit naar een nieuwe generatie die zal gaan opstaan. Vader, een generatie die zal gaan opstaan in uw liefde. Vader, dank u wel dat onze kinderen ons voorbeeld zullen gaan zijn. Vader, dank u wel dat zij opgroeien. Opgroeien met uw liefde. Dank u wel, Koning Jezus. Vader, ik bid voor ons allemaal, zoals we hier vandaag zijn. Vader, dat we zullen gaan beseffen. Steeds meer zullen gaan beseffen. Wat uw vrijheid in ons leven doet. En wat het kan doen. En we weten dat we het waarschijnlijk nog niet voor de helft beseffen. We willen vandaag een keuze maken. Om steeds meer voor ogen te gaan zien. Wat u voor ons gedaan heeft. Om steeds meer de betekenis daarvan ook te gaan pakken. Vader, we willen een nieuw geluid laten horen. Vader, we willen u alle eer, alle lof en alle dank toekennen. Want u komt dit toe. In Jezus' naam. Amen. Amen.